man die eigenlijk geen introductie nodig heeft. En daarom doe ik het ook niet. Ik geef graag het woord aan Martijn Buwalda. Goedenavond. Ik wilde mezelf net gaan introduceren. Maar dat blijkt hier niet nodig, hoor ik net. Dus begin ik met een liedje. Elke serieuze speech, elk goed verhaal wordt voorafgegaan door een liedje. Ik ben niet tot hier gekomen om de handdoek in de ring te werpen. Ik loop de kans dat ik mijn hart breek, dat ik terugkom met een tas vol scherven. Maar ik sta liever ergens voor dan overal maar steeds voor weg te rennen. Ik dacht, wat heb je aan het leven als je niets meer hebt om voor te sterven? Dus als er nog vuur in je zit, laat het branden. Laat het branden, nog heilig vuur in je zit. Laat het branden, tot iedereen het ziet. Ja. Ik hoor de spoken in mijn hoofd, ze zeggen dat het toch wel zal mislukken. Ik hoor de stemmen van de angst, waaronder ik al veel te lang blijf bukken. En weet u, misschien hebben ze gelijk en liggen al mijn dromen straks in stukken. Maar ik bedacht vandaag ineens dat wat je niet doet je ook nooit zal lukken. Dus, als er nog vuur in je zit, laat het branden. Laat het branden, nog heilig vuur in je zit. Laat het branden, tot iedereen het ziet. Dit lied, ik zing het voor mezelf en voor iedereen die net zo bang is. Maar die elke ochtend, net als ik, besluit dat elke dag vol angst één dag te lang is. Dit lied, ik zing het voor mezelf en voor iedereen die net zo bang is. Maar die elke ochtend, net als ik, besluit dat elke dag vol angst één dag te lang is. Dus als er nog vuur in je zit, laat het branden, laat het branden, nog heilig vuur. In je zit, laat het branden, tot iedereen het ziet. Tot iedereen het ziet, tot iedereen het ziet. Tot iedereen het ziet. Ja! Goedenavond. Mijn naam is Martijn Buwalda en ik ben net op mijn grote schrik aangekondigd als de keynote speaker. Dus de lat ligt aardig hoog. Ik ga dat proberen rechtop onderdoor te lopen vanavond. Het is mooi om hier te zijn. Er zijn vanavond eigenlijk twee gala's in de wereld waar je zou willen zijn. Zeker als je van speechje houdt en als je dat graag doet. Dan zijn er twee plekken op de wereld waar je vanavond zou willen zijn. De eerste plek is een hotel in New York. Waar vanavond de White House Correspondence Dinner gehouden wordt. Het White House Correspondence Dinner is een diner waar alle verzamelde pers, politieke pers van Amerika bij elkaar komt. En waar de president Obama, speecht en daarbij zichzelf continu op de hak neemt. En iedereen omheen op de hak neemt. Het zijn vaak hele grappige speeches, hele mooie momenten. En die speeches gaan de hele wereld over. Jaren later zie je dat nog terug op televisie. En toen ik dus werd gebeld of ik op een gala wilde speechen op 25 april, dacht ik, nou, even kijken of ik wat ruimte in mijn agenda kan maken om die vlucht ook gewoon goed te doen en niet te jetlagged op het podium te verschijnen. Dat je staat zo lullig naast Obama, dat je dan zo, hey. Ja, ik had ook een ander liedje gekozen om te beginnen.
Maar het bleek in het Van der Valk Hotel in Veenendaal te zijn. Dat is ook mooi. Ja. Ik ben vandaag, eigenlijk ben ik jullie tussengerecht. En dat is mooi. Ik heb met een beentje door Nederland getoerd, ik heb in theaters gestaan, ik heb voor duizenden mensen opgetreden, maar ik ben nog nooit tussengerecht geweest. Dus u kijkt naar een première, het voelt heel goed om tussengerecht te zijn overigens. Echt heerlijk is dat. En het is aan mij de taak om u te vermaken met een zogeheten objective speech. Dus de bespiegelingen van een relatieve buitenstaander op dit evenement, op Veenendaal, zo u wilt. En ik hoop dat u het leuk vindt. En zo niet, sterkte, duurt ongeveer een half uur. En u hoeft niet naar het toilet te lopen of zo slecht als het hoofdgericht ook weer niet. U kunt gewoon lekker blijven zitten. Ik weet wel waarom ik hier ben, maar volgens de website van dit evenement zijn er 3 redenen waarom u hier kan zijn. Ik heb hem even ingelezen en er stond op de homepage onderaan stond 3 redenen waarom u hier zou kunnen zijn. En ik dacht, dat wil ik even een steekproefje doen. Ik ben benieuwd wie hier waarom is. De eerste reden volgens de website waarom u hier zou kunnen zijn, is door hier te zijn investeert u in de lokale economie, maar ook in werkgelegenheid, het woonklimaat en het geluk van mensen in Veenendaal. Dat is briljant natuurlijk. Omdat u hier een avondje zit te eten, investeert u in werkgelegenheid, woonklimaat en het geluk van uw buurman. Dat is een fantastisch gala. Dat is er nooit vertoond. Als het in Den Haag is, zou ze alleen maar eten in een torentje, weet je wel. Investeert u in werkgelegenheid, woonklimaat en het geluk van de gemiddelde Nederlander. Maar wie is hier om deze reden? Even handen. 1, ja, de rest heeft een hele kans op buurman. Ja, 1, investeert u hier te eten voor het geluk van 3 mensen. Fantastisch. Nou, ben ik benieuwd hoe de rest is. Reden 2 om hier te zijn, volgens jullie website, is u gaat ervan profiteren dat het ondernemersklimaat in Veenendaal nog beter wordt. Het veronderstelt dat het wel heel goed is. Hoe doe je dat? Maar eigenlijk staat hier dus gewoon, als u hier naartoe gaat, kunt u veel meer geld verdienen. Wie is hier om deze reden? Kom op, ondernemers. Ja, de rest maakt het niet uit. Helemaal failliet. Interesseert ze niet, hartstikke gezellig. Weer 3 mensen, naar de overige. Die zijn hier dus voor reden 3. En reden 3 volgens deze website waarom u hier vanavond kan zijn, is het exclusieve ondernemend Veenendaal Gala mag u niet missen. Ik vind het dus een hele rare reden. U mag het exclusieve ondernemend Veenendaal Gala dus niet missen, omdat u het exclusieve ondernemend Gala in Veenendaal niet mag missen. Dat zeg maar zoals de PvdA de afgelopen 10 jaar campagne heeft gevoerd, weet je wel? Ja, stem op ons, u moet op ons stemmen, want u moet op ons stemmen, weet je wel? Nou, vraag maar aan Maurice de Hond, dat is afgelopen. Dus, maar goed, handen graag. Wie wil dit niet missen, omdat hij het niet wil missen? Ja, wat hebben we dan afgesproken? Waarom is de rest hier dan? Ik heb in totaal 15 mensen met een reden waarom... Meneer de burgemeester, ik begrijp dat u nog vragen zelf bent. Is de rest hier misschien om de burgemeester mee naar huis te nemen vandaag? 1 sowieso. Aan de Amstketting mee naar huis. Heel goed. Ja, dat wordt gezellig daar. Mooi feestje wordt het vanavond. Ja, we hebben echt een Bijbelbelt eindtijd trouwens. 11 uur is het afgelopen. Maar goed. Nu weet ik mooi niet waarom u hier bent. En dan zal ik even vertellen waarom ik hier ben. Kijk, toen de vraag kwam of ik op een ondernemersgala wat wilde zingen en wat wilde vertellen, zei ik eigenlijk direct, tuurlijk. Want ik weet niet of u dat ook merkte, maar toen ik net op het podium stapte, toen gebeurde er iets. Had u dat ook? Die vonk, die soort van oversprong. Die chemie tussen ons. Ik had dat heel erg. Ja, en dat komt dus omdat ik één van jullie ben. Ik hoor bij jullie. Dat vind ik mooi. Ik hoor hier thuis. Dit is mijn natuurlijke habitat. Ja, hoewel je altijd uit moet kijken om een Van der Valk Hotel je natuurlijke habitat te noemen, maar in principe hoor ik je. Want ik ben zelf namelijk ook ondernemer. Ik heb een ZMKB, een zeer middelmatig klein bedrijf. En intiem noemen mij ZZP'er, zelfstandige zonder poen. Dus ik dacht direct, daar hoor ik thuis. Op zo'n gala hoor ik thuis. En daarnaast ben ik ook altijd te porren voor een goed gala. In mijn studententijd hadden we altijd echt goede gala's. Weet je, dan moest je er naartoe. En de mannen in rokkostuum. En de vrouwen in lang in gala. En als je dan per ongeluk een smoking had als man, dan werd je de hele avond als ober aangesproken. Dat was ontzettend vervelend. Maar echt een gala's. Ik dacht, nou, dit is te gek. Hier moet ik zijn. Dit is een uitnodiging die mij op het lijf geschreven is. Ik ben ondernemer, ik ben één van u. En ik hou van gala's. Te gek. Maar net terwijl ik me voor de spiegel in het rokkostuum uit mijn studententijd stond te hijsen, kwam er een mailtje binnen. Pling! Op mijn telefoon. En daar stond...
dat u blijkbaar niet zo te porren bent voor een gala. Want de dresscode was versoepeld. Het ging nu om feestelijke kleding. Ik dacht, wat is dit nou weer? Eerst was het strikt gala, weet je wel. En inmiddels mag je verkleed als een nijlpaard op je gimpen binnenkomen. Het maakt allemaal niet uit. Er staat zelfs een gekleurde vogel op de gevel van dit gebouw. Ik bedoel, wat is dit? De nieuwe dresscode is feestelijk. En daar ging mijn eerste stukje objectiveheid over dit gala eigenlijk een beetje verloren. Want ik snap dat u de ambitie heeft om de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland te worden. De MKB-hoofdstad, als het ware. Weet u wie dat nu is? Kent u de concurrentie een beetje? Het is het verboden woord hier, begrijp ik. Men durft het bijna niet te zeggen. Bunschoten-Spakenburg. En ik heb daar eens over na zitten denken. Waarom is Bunschoten-Spakenburg nou de meest MKB-vriendelijke plek van Nederland? Door de dresscode natuurlijk. Ja, die mensen die vissen al eeuwen in klederdracht naar mosselen op de bodem van hun meer. U wilt de meest MKB-vriendelijke stad van Nederland worden. U heeft geen meer, u heeft geen mosselen en dan schaft u ook nog de dresscode af. Een galaavond. Zo komt u er nooit natuurlijk. Ja, ik dacht, dat is wel mijn eerste toch bespiegeling en tip. Het is een soort James Bond in trainingspak, weet je wel. Superleuk voor thuis op de bank, maar niemand gaat ervoor naar de bioscoop. Dat is een beetje dat idee. Maar de reden dat het gala dan niet echt van de grond kwam volgens de organisatie, weer op de website, was omdat Veenendaalers nou eenmaal houden van het opstropen van de mouwen. Ja, dan durf ik ook niet meer in gala. Als ik dan in gala kom, denk ik, die gast die houdt niet van opstropen van zijn mouwen. Dat is een van de wel luie kerel die hier een beetje staat, maar die komt gewoon in gala. Blijkbaar werd u het gewend om de mouwen op te stropen, dan was ik helemaal uit de toon gevallen. Dus ik dacht, nou, ik doe iets feestelijks aan. Maar de volgende keer mocht ik ooit terugkomen als hoofdgerecht, gewoon rockkostuum en gala, dames en heren. Ja, de eigen betrokkenheid bij Veenendaal, want ik ben natuurlijk helemaal niet zo objective. Het is wel een objective speech, maar zo objective ben ik helemaal niet. Ik heb er een beetje informatie in gevonden. Nou, even goed kijken wat er zoal speelt in Veenendaal. Ik ken wat mensen die hier wonen. Ja, en ik ben van huis uit ben ik een christen. En als christen vertrouw je op twee dingen. 1, onze lieve Heer. En 2, je netwerk in Veenendaal. Het is niet anders. Dat is zeg maar de basis van het christendom in Nederland, zo ongeveer. Dus zelfs mijn kijk op uw woonplaats is enigszins gekleurd. Wel mooi gekleurd, hoor, moet ik zeggen. Ik heb ontzettend veel geleerd. Zo heb ik bijvoorbeeld geleerd dat Veenendaal veel meer is dan een klein industrieterrein. 20 treinminuten van Utrecht. Weet je, Veenendaal is een heel groot industrieterrein op 20 treinminuten van Utrecht. Ja, ik heb het allemaal toch geleerd. Fantastisch. En ik kom hier graag. Ik kom hier echt graag. Daar schaam ik me niet voor. Die Food Valley reputatie vind ik prachtig. Heel mooi. Je hoeft hier maar aan te komen rijden en je weet al, dit is de Food Valley. Ik heb nog nooit binnen 1 vierkante kilometer McDonald's en Kentucky Fried Chicken en Burger King en een AC-restaurant gezien naast de afslag. Maar hier wel, is uniek in Nederland, dan weet je, dit is de Food Valley, dat kan niet meer aan. En als je daar als man al niet meer wil zijn, weet je, dan kun je beter emigreren. Ga dan lekker weg. Dus ik ben een beetje objective, maar ook een beetje gekleurd. Ik hoor bij u en toch probeer ik me een beetje te distancieren van u om die objectieve blik te handhaven, maar het is niet helemaal gelukt. Merk ik. En toen dacht ik, ja, als ik dit dan allemaal verteld heb. Oh, nou, zo slecht was het ook weer niet. Met het glazen staan gooien daar. Kijk, toen dacht ik, ja, er moet wel een soort moraal in zitten in dit verhaal. Ik bedoel, dit is de Bijbelbelt. Dit is Veenendaal. Geen speech zonder moraal. Weet je wel, dominees spreken hier ontzettend lang omdat ze per uur betaald worden. Ik dacht, ik moet hier iets doen. Een soort moraal. De burgemeester moet de zegen straks ook zo meteen. Weet je wel, schoon kan allemaal. En voor de moraal van het verhaal moest ik denken aan een oude ondernemer, een echte self-made man, meneer Van Werven. Meneer Van Werven is altijd onberispelijk gekleed, in tegenstelling tot mijn persoontje. En hij zat bij mij in de gemeente vroeger. En elke zondag kwam hij aanrijden in een gigantische auto. Echt edel. Daar kan ik een huis van kopen, voor waar die man in rijdt. En hij slaapt er niet eens in, weet je wel. En dan naast hem zijn vrouw, en dan kwamen ze elke zondag zo. En elke zondag stond ik een beetje te kijken van, wow, te gek. Als ik ooit ZZP'er word. Nou, goed, na verloop van tijd kwam zijn vrouw alleen niet meer mee met die auto. Ik dacht dat vrouw altijd viel op auto's, maar viel fix tegen. Want zij kwam al 5 minuten later in een Fiat 500. Dat was enigszins vreemd gezicht. Ik zag hem eerst binnen komen rijden met die sloep zo, roep, 2 parkeerplaatsen. En dan wachtte je 5 minuten, kon je een horloge op gelijk zetten. En dan kwam zij aan met de Fiat 500 zo, daarnaast. En dan huppakee, ging ze ook de kerk in. Dat was heel apart. En toen ik op een zondag weer stond te kijken en ze had hem weer aanzien komen rijden met zijn grote auto,
had ik afgeteld. Ik zat op mijn horloge te kijken. Ik dacht, nou, 5 minuten, mevrouw. Kom maar door. 5 minuten. 6 minuten. 7 minuten. Geen Fiat 500. Geen mevrouw van Werven. Nergens te bekennen. Dat zal wel ziek zijn of zo. En in de zondag erop heb ik het weer gedaan. Weer getimed. 9 minuten. Toen moest ik echt naar binnen. Geen Fiat 500. Geen mevrouw van Werven. Ze kwam nooit meer. Hij nog wel. Elke zondag. En zij kwam nooit meer. En na een aantal maanden las ik in het lokale krantje van onze woonplaats een contactadvertentie. Ja, ik lees van de krant gemiddeld eigenlijk alleen maar de contactadvertentie en de rouwadvertenties. Vind ik het leukste van de hele krant altijd. Daar zitten de verhalen. En er stond het volgende. Man van middelbare leeftijd. Zoekt dito vrouw om samen leuke dingen mee te doen. Hij leefde nu enige tijd alleen en had wel weer behoefte aan vrouwelijk gezelschap. Dus het zat hem alleen sturen sport te kijken op de bank waarschijnlijk. Vermogend man van middelbare leeftijd. Correspondentie graag via de krant. Maar ik wist het. Dit was hem. Dit was de contactadvertentie van meneer Van Werven. Ik wist het heel, heel, heel erg zeker. En die zondag stond ik weer op de uitkijk. Ik zag hem weer aankomen rijden met zijn gigantische sloep. De parkeerplaats op. En ik wist, ook al wachtte ik een kwartier, er zou geen Fiat 500 volgen. En voor het eerst in mijn leven keek ik niet naar zijn grote auto. Of naar zijn onberispelijke kleren. Voor het eerst in mijn leven keek ik naar de bijrijdersstoel. Die leeg was. Dan dacht ik zo. Ik had nooit gedacht dat je door heel veel winst te maken zo ontzettend veel kan verliezen. En dat ik geen dominee ben, zal ik de moraal nu samenvatten in een liedje van krap 2,5 minuten. Je begrijpt, ik word niet per uur betaald. Dus ik 100 lekker snel op. Nee hoor. Dat was mijn microfoontje. Dat was het nog? Ja, hoort u mij? Fijn, dank u. De kater van zijn afscheidsfeest was eigenlijk een zegen. De zaak verkocht, de agenda leeg, de opbrengst viel niet tegen. Zijn afscheidsspeech droeg trots de titel Werken is mijn leven. Maar nu zit hij thuis en hij vraagt zich af, waar is mijn vrouw gebleven? Wat heb je aan de schaapjes, veilig op het droge? Als je terugkijkt en je ziet dat al je dromen zijn verzopen. Altijd succes en geld, daar kun je zelf voor kiezen. Maar hij had nooit gedacht door winst te maken zoveel te verliezen. Hij verloor zijn goede vrienden en zijn verre buren. Dus had hij tijd genoeg nu voor de scheidingsprocedure. Ja. Wat heb je aan de schaapjes, veilig op het droog? Als je terugkijkt en je ziet dat al je dromen zijn verzonken. Ik las een advertentie in de krant. De woorden van een eenzame man. Gezocht, lieve vrouw, van middelbare leeftijd. Ik ben bijna 60, ik heb alles wat ik wil. Maar aan wie kan ik mijn hart
kwijt. Aan wie kan ik mijn hart kwijt? Aan wie kan ik mijn hart toch kwijt? Wat heb je aan je schapen, veilig op het droog? Als je terugkijkt en je ziet dat al je dromen zijn verzopen. Moraal op de Bijbelbelt, lekker. Ik ben gevraagd af te sluiten met een vrij ingewikkeld onderdeel van het programma. Ik beheers dit zelf ook niet heel goed, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar we gaan het met elkaar gewoon proberen. Mij werd gevraagd of ik een stoelwissel met u wil coördineren. Ja, het zijn de meest uitdagende momenten altijd op zo'n avond, zeg maar. Ik heb het niet eerder gedaan, ik weet niet precies hoe het gaat. Dus ik stel voor dat we het zo doen. U mag met uw partner samen wisselen, zeg maar. Dat is prima. Niet van partner wisselen, maar met uw partner samen wisselen, zei ik. En dan mag u uw hand pakken als u dat wil. En dan leek het mij handig om het gewoon echt overzichtelijk te houden. Als u gewoon de hand van uw partner pakt, onder de tafel doorkruipt. Dan de stoel die u tegenkomt omheen loopt. Dan rechtdoor tot u een tafel tegenkomt. Dan loopt u er vervolgens overheen. Mag ook gewoon hand in hand. Dat is geen enkel probleem. De eerste stoel die u daar ziet, gaat u even opstaan. Dan doet u haastje over met uw buurman of buurvrouw. Als u dan 3 meter loopt naar de eerste stoel die u daar tegenkomt, dan gaat u er gewoon samen op zitten. Komt goed, toch? Veenendaal? Ja. Nee, nou goed, dan gaan we zo lekker die stoelwissel doen. Ik zie er heel erg naar uit. Ik ga het filmen van achteruit met mijn smartphone. Ik kan niet wachten. Nee. Als u gewoon op wil staan in een andere stoel wil zoeken, is het ook goed. Maar ik dacht, wat misschien leuk als u naast iemand zit die u niet kent. En om u een soort van starter mee te geven voor het gesprek. Dacht ik, wat als u nou elkaar eens gaat vertellen waarom u ooit bent gaan ondernemen. Niet over de volgende klus. Of hoe goed het gaat, of hoe goed het niet gaat, of zo. Maar wat als u nou gewoon eens begint om te vertellen waarom u ooit begonnen bent. Met uw werk. Waarom u doet wat u doet. Laat die schaapjes maar even verzuipen, zeg maar. Nu even over de dromen. Waarom bent u ooit al begonnen? Waarom is dit ondernemen in Veenendaal? En waarom is het over een jaar de MKB-vriendelijkste stad van Nederland? Vertel dat eens aan elkaar. Ik wens u nog een hele goede avond. Ik hoop volgend jaar terug te komen glorieus als hoofdgerecht. Dit was uw tussengerecht. Dank u wel.